Monte Santer, Bimin Heidemem, Jubbige Wijkam, hier een beetje zwaar en dan is het cafetaria begon. Zelf wie toen ongeveer de oorlier. En ja, vanaf Monte Santer is het al de jongste cafetaria. Anneke en ik gaan door nog van mijn ouders. En wij hopen op dezelfde voet trot te geven als hun. Juist, maar een aparte cafetaria. Ja. Voor u is het gewoon, het is, ik ben er zijn opgegroeid, dus ik weet net beter. Dat vind ik eigenlijk het mooie. Als je als nog een cafetaria hebt, dan is het een bestelling waar je eten wil, dan is het fort. En als je hier binnenkomt, dan is het wel het echte contact, zeg maar. Ja, gewoon. Ja, hoe mij het zit, het is altijd gezellig. Dat hoe de huid is, het is net eigenaar en klant. Nee, dat is zelfs het hier helemaal anders. Wij zijn net echt als een baas waar Erik net staan. Want dat werkt net, vind ik. En nou, een simmer zit, dan zit de jeugd nog wel eens op het terras en dan ben wij klaar met skimmeitje. Nou, vreeg als er zitten bloemen mij. Ja, mij hoor. Roem je met het terras dan op. Nou, elke snijdt hem aan dat wij dan beneden komen weer en dan zit het terras mooi netjes in de steeg. Oproemen en al. Dus dat kan. Nou ja, het nu weer is, mijn heid toen wij de zaak overnamen, die had letterlijk en figuurlijk die stoel aan haar jong. En net aan de zomer. Zo, dat is net lief. Maar ja. Dus dat is de stoel? Ja, dit dat komt ik omdat ze persoonlijk hulp maast. Ja. En dan had hij zei van, oh, die stoel is voor jou, dat is die plakje. Mooi snel bij de kassa. En die stoel werd nooit gebruikt? Nee, en deze stoel werd nooit gebruikt. Hoe ken je dat dan? Nou, dat is weer het plak van mijn mem altijd. En ze zijn allebei op 61-jarige leeftijd overleden. Eerst mijn heid en dan hier letter mijn mem. Maar die stoel bloed altijd vrij. Dus hij had elk zijn vaste plakje? Ja, ja, klopt. Ik zit hier al tieten. Nou, de zoon zit al in daar tieten. En de vrouw zit daar. Ja. Want en eten je meer ik echt zelf? Ja. Medisch en jongens eten we hier. Want dat hadden we naar achteren, maar we hadden net een bel. We gingen vroeger wel een bel, maar die is heel laag stuk. Maar nou, de eerste klanten net binnenkomen. En we hadden geen probleem met wij eerst zitten eten. Net zo'n school aannemen, een praatje meidje. De mij al, ja. Ja, dat weer bij zijn mem weer dat ik altijd nog zo en dat is nog zo. Komen ze gewoon bij zijn tafel en doen ze hun verhaaltje en nou, als ze bestellen wat, nou, dan bakken we dat ondertussen. Ja. En dan geven we even verder met eten. Wat? Nee, gezellig. Ja. Ik woon gezellig. Ja, wij weer een per autopetsies en wij zijn dwanden met de organisatie van de Stephelstedentocht die dit hier voor de 28e keer houden wordt vanuit Balzert. Daar ben we voor in training. Elk jaar met er steeds meer mensen die een opjouwen. En nou is het zo dat vooral dit hier merken we dat een heel soort mensen voor de eerste keer duggen. Vooral een soort jonge onwas. Mensen die het graag proberen willen en vaak hebben die net een eigen step. Dus ja, dan komen ze bij Buzendel bij de Balzwarde Stepvereniging om te zeggen van we willen graag een step van je huren. Dus ja, vandaar dat wij nou het druk wanden binnen met het bouwen van nieuwe steps. Zodat iedereen die een step huren wil, ik kan krijgen. De stepperij die is dan voor de fietsers. Fietsers die fietsen op mandi, de steppers die steppen op snelling. Het steppen is al wat zwider als het fietsen. Hè? Maar het fietsen is lekker op de kont zitten, om het zo maar te zeggen. Ja, eerst is het eigenlijk constant op de voeten. 12 uur en nachts dan vertrekken de steppers. Ja, wij zijn inmiddels Safir dat we zeggen kunnen. Ja, 4 uur en middags is je 11 uur in. Het dweilorkest nog spelen, dan komen wij om, het zo maar te zeggen. Ja, dat red ik de eerste keer net op, toen ik jou van Jochen hoor. Maar dan zit dus 20 uur op zijn step. Stiest. Als er 8 uur jongens omkomt, dan stiest bijna 20 uur inderdaad op je step. Ja, dan word ik even onderziekje van ja, steppen, snoeis en dan mandis fietsen, ken dat. Dus mijn hele grote oogbeen ben ik de trap oud uit toen. En op een fiets zitten gong. En ja,
En dan nog een keer een roensie. Dus ja, hoe gek is het wezen? Ja, dat behoorlijk gek dus. Behoorlijk gek, ja. En ja, dan op een gegeven moment wordt het gewoon een verslaving. Ja? Voor de rest weinig op sport wandelen en gewoon in het Pinksterweekend pieken. Eén keer per uur. Eén keer per uur even pieken en dan de kilo's is er even nou en dan... ja, dan. Wat er ook in maar ik ben bij vanzelf. Nou, dus. Daarom. Dus menige training die eindigt ik in de snackbar buurt. Dus, en waarop ik wakker altijd van zet die vetpannen maar aan. En, ja, dat jij erbij? Het jij er al een beetje bij. Bij de stepcultuur? Ja, zie je sommige mensen die ben echt nou ja, op sportief vlak heel ja, of fanatiek en sportief er maar bezig. Hè, die verklaren u dan voor gek. Hè, want dat wij hoe de finish komen in Balzen dan, midsies, dan krijgen we een pot bier en een frikandel. Ja. En ja, dan zeggen ze, hoe krijg je het binnen en hoe haast het binnen? Nou ja, dan ben je de hele dag onder energiedrankjes en sportdrankjes. En zo, ja, dan moest ik wel eens wat fatsoenlijk eten erin hebben.